Ik neem geen medicijnen. Markovic hier. Zoals je weet, antibiotica zijn medicijnen vaak. En de reden achter antibiotica, achter de naam is dus... Anti betekent tegen en bio betekent leven. Dus letterlijk ben je gewoon iets aan het innemen, een pilletje. Wat gewoon anti-bio is. Antibiotica tegen het leven. Vaak zie je dat mensen pillen voor het slapen nemen, makkelijk te kunnen slapen. Tegen hoofdpijn en nog miljoenen andere kleine ziektes. En geloven ze natuurlijk ook dat het helpt. Maar als je mij nu een pilletje geeft die zegt, je haren gaan sneller groeien. En ik neem het in en ik geloof het ook. Dan gaat het misschien zelfs ook gebeuren. Ik geloof dat als wij geloven, als wij echt denken dat iets werkt, dat het ook zal werken. Ik neem zelf geen antibiotica. Ik neem zelf geen medicijnen. Omdat ik wacht totdat mijn lichaam zich vanzelf hield. Ja, hield. En ik geloof ook dat dat kan. Ik bedoel, ontzettend veel mensen hebben een ziekte, hebben iets. Nemen heel veel antibiotica, antibio. En worden vaak ook slechter en duurt waarschijnlijk ook vaak langer. Hoeven we niet te doen. We kunnen gewoon letterlijk geloven dat ons lichaam zich zal helen. En dat zal het ook gebeuren. Maar het werkt niet zo makkelijk. Hè. Je moet er ook echt achter staan. Je kan niet iets geloven. Je kan iets geloven zonder er echt achter te staan. En dan werken dingen niet. Ik kan ook geloven, oké, ik wil geld hebben. En ik zal het geld hebben binnen een jaar. Weet je, maar als ik er niks voor doe, dan werkt het ook niet. Dus bijvoorbeeld, ik was ontzettend ziek aan het worden. Dus in het proces van heel ziek zijn, nog net niet. Erg hoofdpijn, diarree, ja. Kotsen ook. Dat gebeurde één keer. En toen dacht ik, shit, het gaat alleen maar erger worden. Dat dacht ik eventjes, totdat er een uur voorbij was en ik mezelf de keuze gaf om anders te denken. Ik gaf mezelf de keuze om anders te denken. Ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, zei ik tegen mezelf. En zo gaf ik mezelf de kracht om gewoon rustiger te worden, in ieder geval. Mijn mind was rustiger. Maar ik ging ook nog medicijnen negeren, maar daarbij wel vitamine innemen. Vitamine gewoon via eten, fruit, kiwi, vitamine C is goed. Naast kiwi, broccoli, broccolisoep, supergoed, ook lekker. Je kan gewoon zoveel lekkere dingen nemen die je lekker vindt. Ik vond in dat geval broccolisoep lekker. Kiwis, bananen. Je moet ook sowieso goed eten. Vaak is je gevoel ook. Je gevoel kan je ook verbeteren door gewoon goed te eten. Door bijvoorbeeld meer te eten. Door je eten te veranderen. En met het eten dat je verandert, verandert je lichaam ook. Van binnen. Maar ook van buiten natuurlijk. En als je daarbij nog een beetje beweegt, ga je ook alleen maar beter voelen. Dus wanneer je een keertje ziek voelt, probeer dan te veranderen wat je eet misschien. Klein, dus normaal zit je dag er... uit. Ik eet in de ochtend bijvoorbeeld de eieren, dan eet ik pinda's om de hele dag door, weet je, voor de gains. Wat eet ik nog meer? Ik heb een vaste maaltijd, kippenrijst, broccoli, fruit eet ik, yoghurt eet ik, kwark eet ik. Sommige mensen zijn slecht, we kunnen slecht tegen lactose, dus dan raad ik niet aan om kwark te eten, dat zou ik dan zelf niet doen. Bijvoorbeeld mijn vriendin, die kan dat totaal niet tegen en die deed dat een tijdje, maar dat is gewoon niet goed. Er is lactosevrije melk wat je kan kopen, lactosevrije yoghurt. Is ook heel goed, is ook ontzettend goed. Dus kijk gewoon wat voor jou werkt. Kijk naar hoe je dingen eerst doet en verander dan vooral het eten en het bewegen wat je doet.